Toen ik net begon, was alles op orde. De ketel gloednieuw en de drinkwaterinstallatie volgens de regels aangelegd en beheerd. Zo hoort dat tenslotte bij bedrijven die drinkwater en douches aan anderen beschikbaar stellen. Helaas komt in de drukte legionella-preventie nog wel eens onder op de stapel. En dat kan echt niet. Want elk jaar lopen honderden mensen een legionella-besmetting op. Mensen overlijden er zelfs aan. Actief beheer van een drinkwaterinstallatie is cruciaal. Daarom heeft de overheid voorschriften opgesteld. En kijkt de inspectie Leefomgeving en Transport of iedereen zich hieraan houdt. Zo weten alle bedrijven en instellingen die onder deze regelgeving vallen wat ze aan preventie moeten doen. Kijk, dat ziet er beter uit. Dit willen we bereiken. Waar moet je bijvoorbeeld op letten? Hier hadden we een doucheruimte die even niet werd gebruikt. En te veel spullen. Handig als tijdelijke opslag, maar een risicovolle situatie. Want wanneer je de douche weer in gebruik neemt, heeft het water lang stilgestaan. En stilstaand water is een feestje voor de Legionella-bacterie. Spoel je leidingen dus regelmatig door. Dit is niet het enige waar je op moet letten. Neem deze verbouwing. Dit wordt al mooi, hè? Maar let op. Bij een verbouwing worden leidingen vaak verlegd of verlengd. Er ontstaat zo een nieuwe situatie met mogelijk nieuwe risico's. Zo mag een leiding waar koud water doorheen stroomt absoluut niet opwarmen. Houd dus voldoende afstand tot warme plekken zoals een sauna of verwarming. En ben je weer in bedrijf? Neem dan de volgende stappen. Laat de risico's goed in kaart brengen, een plan voor beheersmaatregelen opstellen en laat watermonsters nemen en analyseren. Noteer de uitgevoerde beheertaken en de resultaten daarvan in een logboek. En zijn er besmettingen in het drinkwater? Meld dit dan bij de inspectie Leefomgeving en Transport en neem de juiste beheersmaatregelen. Zo neem je je verantwoordelijkheid en weet je dat je preventie op orde is. Wel zo veilig. Wil je meer weten over Legionella-preventie? Download het infoblad op de website van de ILT.